New York is weer eens in de ban van een mooie Nederlandse meid. En dit keer niet een supermodel zoals Doutzen Kroes, maar het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer, normaal te zien in het Mauritshuis in Den Haag, is op wereldtournee. Ze staart je overal aan in New York en de mensen staan graag in de rij om haar te zien. Of course, the girl with the pearl earring, of course, because that's so famous. Great painting, it's had some restorations, so it'll be really nice to see. Het meisje met de parel werd geschilderd rond het jaar 1665. Geen portret van een bestaande vrouw, maar een tronie, een studie van een gezicht. Ze is hier met een reeks andere schilderijen uit het Mauritshuis, dat al een tijd wordt verbouwd. En de tentoonstelling, met ook prachtige Rembrandts, is een hit. Na Japan, San Francisco en Atlanta staat de teller al op 1,6 miljoen bezoekers. In het jaar 1881 werd het schilderij voor maar 2 gulden gekocht. En jarenlang was het één van de Vermeers. Maar nu is ze duidelijk de ster van de show. Zo'n ster dat ze een hele museumzaal voor zichzelf alleen krijgt. She really needs the space to accommodate the crowds who are so in love with her, as we are. There's just something mysterious and timeless about her. Een gewoon schilderij werd een icoon door het boek en de film met Scarlett Johansson en Colin Firth. Look at me. En dat merkt het Mauritshuis in reacties van bezoekers. Oh my god, I saw that movie. Ja, dat zegt natuurlijk heel veel. Het is een soort, iedereen herkent haar. De directeur van het museum staat versteld van alle belangstelling. Wat hebben we gezien tijdens het wereldtournee is dat mensen komen misschien voor het meisje, maar ze blijven ook voor de rest van de schilderijen. De populariteit van Vermeer is goed nieuws voor juwelier Lawrence Lewis, die rijke dames wereldwijd voorziet van parels. This is approximately 1 million US dollars. De grootste die ze hier verkopen valt nog altijd in het niet bij die van Johannes Vermeer. Because even if you were to take the biggest one here, it's double at least, if not triple. In het parelhuis zoeken ze de juiste kleur en het juiste formaat bij elkaar. En dankzij dat meisje verwachten ze meer klandizie. Right now there is a resurgence in pearls. You're seeing more and more designers incorporating them. En dan te bedenken dat die van haar waarschijnlijk van glas was. Hoe dan ook, ze is onontkoombaar. Overal dat gezicht en die smachtende ogen. Ze is al de Nederlandse Mona Lisa genoemd. Volgend jaar weer thuis als de wereldtournee voorbij is. Erik Mouten, RTL Nieuws, New York.